Dames en heren, beste voetballiefhebbers. Van harte welkom bij OHL TV voor een nieuwe competitiewedstrijd in de Benelux, in de B-reeks. Een wedstrijd vanmiddag tussen Oud-Heverlee Leuven, de thuisploeg. Zij spelen in het wit vanmiddag, zoals gewoonlijk trouwens. Aftrap werd gegeven door de schepen van Oud-Heverlee, van de gemeente hier. En de bezoeksters uit Heerenveen. Uit het noorden van Nederland zijn zij gekomen om hier deze zaterdagnamiddag 2 maart een competitiewedstrijd te spelen in de Benelux B. Oud-Heverlee Leuven tegen SK Heerenveen. Vrij koud hier in Heverlee, Oud-Heverlee dan wel. Een graad of 5, 6, laten we het zo zeggen. Dus om op de tribune te zitten is het vrij fris. En de wedstrijd is ondertussen van start gegaan. Een wedstrijd tussen twee ploegen die willen winnen vanmiddag. En er ook volop zullen voor gaan. Daar is Sarah Joeseil al even in balbezit. Oud-Heverlee Leuven probeert het ten eerste keer met de aanval. De snelle reactie nu van Heerenveen met het nummer 8. Kan oprukken in de 16. Daar komt het schot. Klem vastgepakt door Anneleen Hazen. Met het nummer 20 vanmiddag in de goal bij Oud-Heverlee Leuven. Eens even kijken wie er nog speelt bij de thuisploeg. Anneleen Hazen dus daar in balbezit in de goal. Velspeelsters Ella van Kelkhoven, Kelly Paulus, Veerle van der Motten, Benedict Riflaar, Charlotte Taalmans, Ellen Charlier, Anneleen Segers, Lotte Michiels, Sarah Joeseil, Carlijn Lieke er terug bij vanaf de eerste minuut. En op de bank klaar om eventueel een invalbeurt te maken vanmiddag Femke Hoebe, Antje Bogaerts, Katrien Dorfs en Jessica Pironne. En dat allemaal onder de leiding van de coach, de trainer. Dat is Mario Cassimon. Bijgestaan natuurlijk door de assistent trainercoach Peter Lembrechts en ook Dave Goemans. Eens even kijken naar de ploeg uit Heerenveen. Mochten er kijkers zijn die vanuit Heerenveen afstemmen en kijken naar deze wedstrijd. In de goal Roxanne van den Berg. Veldspeelsters zijn Beekhuis, Waldus, Houw, Heikema, Miedema, Ploeg, Burgwal, Lot, Hoekstra en Volkerstma. Op de bank eventueel klaar om in te vallen. Van den Berg, Schuitenploeg en Woudberg. Een wedstrijd vanmiddag onder leiding van scheidsrechter Sharon Sluits. Vierde official is Leen Martens. Ginder aan de staantribune heeft zij post gevat om eventueel in te grijpen en mee te werken en toe te kijken naar de banken en ook de wissels die er eventueel zullen komen toe te passen. En de grensrechters, dat zijn de heren Bernardus van Hofwegen en Patrick Vervoort. Heerenveen wil wat snelheid maken hier met Heikema. Probeert hem naar binnen te geven, maar dat lukt niet, afgeblokt door Carlijn Lieke. De ingooi voor Houw. Dribbelactie met het nummer 11. Dat is Ploeg, de voorzet. Goed gekeerd daardoor Anneleen Segers, de kapitein van OHL, die er terug vanaf de eerste minuut bij is vandaag. Nieuwe ingooi voor de Zwarten uit Heerenveen, blauw-zwart. Met Houw. Heerenveen wil duidelijk wat snelheid in de match brengen. Ze wonnen hun laatste wedstrijd tegen Utrecht. Nadat ze de twee eerste wedstrijden in deze poelen verloren. Ze verloren van PEC Zwolle en STVV. En hun laatste wedstrijd tegen Utrecht die sloten ze af met een overwinning. De thuisploeg Oud-Heverlee Leuven verloor dus zwaar bij Utrecht. Speelde gelijk hier tegen PEC Zwolle en ging dan 0-4 winnen bij Brugge vorige week. Heerenveen neemt toch wel het initiatief in de beginfase van deze wedstrijd. Goed gedaan van der Motten. En daar is de Segers. Taalmans. Andere kant uit hier. Goede pas naar het nummer 5, Veerle van der Motten. Sarah Joeseil zoekt een vrije medespeelster naar binnen, naar van der Motten. Goede dubbelpaas is dat, met Charlier. En dan ging het goed, laag de andere kant uit.
Ze proberen het toch voetballend bij Oud-Heveren in Leuven. Ingooi nu aan de andere kant. Voor de thuisploeg. Zegers met het hoofd. Dat is een verloren bal. Balbezit voor de bezoeksters uit Friesland. Een vrije trap. Gefloten door de scheids. Sharon Sluits. Vierde speeldag is dat, is dit van deze competitie. Speelster van Heerenveen daar totaal vrij. Ze mocht aannemen daar aan de 16. Maar voorlopig nog geen kans. Geen doelkans. Sarah Jusseel. Taalmans probeert zich vrij te draaien. Lukt niet. En krijgt dan de vrije trap mee. De meisjes uit Heerenveen zijn vanmorgen om 9:30 vertrokken met de autocar in Noord-Nederland. Normaal rekenden ze op een rit van 4 uur. Zouden ze rond 1:30 hier toekomen. Wel, ze waren een half uurtje later. Dat komt omdat de chauffeur opgehouden werd in Berthem. Werd door de politie van de baan gehaald en moest zelfs een alcoholcontrole ondergaan. En er kwamen een aantal agenten op de bus kijken. En dan mochten ze weer de baan op voor een verdere doorrit hier naar Oud-Heverlee. Segers, gevaarlijk teruggelegd. Was onnodig eigenlijk van Anneleen Segers. Daar komt nu een voorzet. Riflaar. Ver naar voren. Taalmans. Jusseil, goed aangenomen. En dan Segers, verloren bal. Burgwal. Burgwal naar de kapiteinen. Waldus. Nummer 4. Breed. Een fout op Anneleen Segers. Een vrije trap voor de thuisploeg. Ella van Kerkhoven. Met een vrije trap. Jusseil. Die bal gaat buiten. Ingooi voor Heerenveen met Waldus. Er zijn een aantal wedstrijden gespeeld. In dit competitiegedeelte. In het Benelink B gedeelte. En dat is Utrecht-Telstar. Het werd een droge 0-5. Telstar dus duidelijk de beste ploeg van deze reeks voorlopig. PEC Zwolle speelde tegen Zulte Waregem en haalde uit. Het won met 8-1 van Zulte Waregem. En dan vanmiddag is er nog de andere wedstrijd. STVV Sint-Ruiden tegen Club Brugge. En dan deze Oud-Heverlee-Leuven tegen Heerenveen. Heerenveen opnieuw. Mooi gedaan van het nummer 10. Bal gelukkig afgeblokt. Daar komt nog een voorzet uit. Lage bal. Die gaat achter de goal. Hazen met de uittrap.
Heel veel in balbezit. Miedema. En gevlacht door de grensrechter aan de overkant. Stond het meisje van de Nederlanders in buitenspelpositie. Van Kerkhoven. Jussel. Charlier. Ingooi Heerenveen. Van Kerkhoven. Charlier. Achteruit op Taalmans. Verkeerde bal en dan opletten voor de counter nu. Geen buitenspel. Nummer 8 mag doorgaan. Trapt. En die bal gaat binnen. Dat is een doelpunt van Bernu Heikema. 0-1 voor Heerenveen. Een snelle tegenaanval. En dan mooi afgerond in de rechterbenedenhoek door het nummer 8. Bernu Heikema scoort voor Heerenveen. En dan zitten ze op rozen. De meisjes uit het noorden van Nederland. Vrij snel in deze wedstrijd. Een mooi doelpunt. Van Heikema. Dan is het nu aan de Witten uit Atevere Leuven om iets te creëren. Een duwfout en een vrije trap voor Oagel. Na een fout op Veerle van der Motten. Dat is een unieke gelegenheid, die komt vrij onverwacht. Zo randje 16 meter. Taalmans legt de bal al klaar. De muur die moet nog een stuk achteruit hoor. Dat geeft de scheids nu ook aan. Vier meisjes van Heerenveen in de muur. Taalmans klaarkijkend. Ook Jussel maakt zich klaar, maar ik denk dat Taalmans dat zelf gaat doen. Oeh, en die bal gaat een meter of twee over de goal. Kans verkeken. We volgen opnieuw het spel met Riflaar daar. Centraal bij Oud-Heverlee Leuven van Kerkhoven en Riflaar. Opletten nu weer een actie daar van Heerenveen. Een voorzet, lage voorzet. Gelukkig is Benedikt Riflaar daar. Maar toch nog Heerenveen nu. Met een doelpoging die voorlangs gaat. Ik zei centraal bij Oud-Heverlee Leuven Riflaar en Van Kerkhoven. Dan hier op de rechterbakpositie, het nummer 18. Carlijn Lieke, lang gekwetst geweest trouwens. Lieke. En daar aan de linkerzijde is dat Lotte Michiels, met het nummer 15. Hoebe is er niet bij vanmiddag. Michiels. Taalmans verliest de bal. Jussel recupereert. Paulus. Goeie bal. Maar weggekopt. Heerenveen weer in balbezit. Het lukt dan allemaal een beetje beter dan bij Leuven in deze aanvangsfase van de partij. Van Kerkhoven terug naar Hazen en dan centraal daar Jussel die goed doorkopt. Nu in balbezit en nu paast naar Veerle van der Motten die snelheid probeert te maken.
Maar het nummer 5 van Heerenveen, en dat is Sisut Hou, is sneller dan Veerle van der Motten. En kan de bal keren. Taalmans begeeft zich daar naar de cornervlag. Voor een hoekschop. Charlie Taalmans, daarnet bij die vrije trap, zat er misschien toch wel iets meer in dan een bal die een meter of twee over de goal ging. Ook een goede bal nu. Segers was er bijna bij en daar een doelpoging. Die gaat voorlangs. Dat was Riflaar terug. Een nieuwe voorzet nu. Kan er iemand zijn hoofd tegen zetten? Nee. Opletten nu voor de counter. Opletten nu voor de counter van Heerenveen. Een goede bal. Die gaat iets te ver. En dan is daar Hazen. Die rustig is en rustig blijft. Segers. Burgwal, een hoge bal. Giels daar goed tussen. Ingooien voor Heerenveen. We zagen hier voor de wedstrijd ook Patrick Wachel, de trainer van de meisjes, de vrouwen van Standaard. Komt waarschijnlijk eens even een kijkje nemen of er bruikbaar materiaal zit hier bij Wachel naar volgend seizoen toe dan. Bal dus, neemt daar tijd, kijkt uit, de kapiteinen van Heerenveen. En geeft hem dan terug achteruit naar Van den Berg. Burgwal. Naar Hou. Kan ze erbij? Nee. Wordt een ingooi voor Carlijn Dieke. Taalmans. Weer die snelle tegenaanval. Van Kerkhoven moet daar volle kracht in de benen gooien om die bal nog te bemachtigen. Dat was een fikse poging van Ella van Kerkhoven. Het was nodig hoor. Het was echt nodig op dat moment. En Hoekstra heeft wat last na die ingreep van Van Kerkhoven. Ingooi Heerenveen. En Riflaar. Beekhuis. Breed. Hier is de opening op de flank. Hou met de voorzet neer. Carlijn Lieke staat een hoekschop toe. Cynthia Beekhuis klaar voor een hoekschop. Lage bal. Van der Motten goed weggewerkt. En die bal gaat buiten daar. Het wordt een doeltrap voor Annelene Hazen. De mensen die er wat later bij komen. 0-1 is de tussenstand in dit competitietreffen in de Benelink B. Tussen Oud-Heverlee-Leuven en Heerenveen. U kan dat allemaal bekijken via OHL TV op deze zaterdagnamiddag 2 maart. Van Kerkhoven. Opnieuw Van Kerkhoven. En dan Nieuwzeil. Hou achteruit op Van den Berg. Bal dus.
Van den Berg. Brugwal. Daar is Taalmans. Komt er een aanval. Oeh, buitenspel. Randje buitenspel. Gevlacht en gefloten ook door de scheids. Sharon Sluits. Hou. Terug naar binnen. Ploeg. Andere kant uit. Het hoofd van Michiels. Jussel, vrij veel in balbezit daar in het middenveld, of op het middenveld. Waldus. Bal kwijt van Kerkhoven. Ik dacht toch aan een duwfout op Charlier, maar het spel gaat door. Beheer van Kerkhoven. Voorzet nu. En daar is Anneleen Hazen. Zonder problemen pikt ze de bal op. En de uittrap. Duwfout van kapiteine nummer 4. Maruska Waldus. Nieuwe vrije trap voor Oud-Heverlee Leuven. Ella van Kerkhoven. Goed de 16 binnen. Maar ze liepen er eigenlijk een beetje van weg van die bal. Paulus achteruit naar Riflaar. Hou met het hoofd. Daar is Heerenveen alweer. Miedema, de 16 binnen, de voorzet. Deze wou zelf trappen. Ze houdt er toch een hoekschop aan over. Nieuwe corner voor Heerenveen. Goeie bal. Hazen grijpt ernaast. En dan ontzet door Veerle van der Motten. Die daar mee achterin het werk moet klaren. En nummer 8. Doelpuntenmaakster Heikema verliest daar toch de bal aan Carlijn Lieke. Bal dus met de ingooi. Heerenveen duidelijk het meest in balbezit. Bal dus opnieuw. Aangepakt door het nummer 10. En ze trapt ook nog en ze krijgt een vrije trap mee. Een overtreding daar. Dat is een zeer mooie plek. Na die fout op Miedema, een vrije trap nu met Beekhuis. De bal klaarlegt. Een muurtje van 5 meisjes bij Oagel die achteruit moeten. En dan nu de vrije trap met Cynthia Beekhuis. Lage bal, weggetrapt door Segers. Beekhuis blijft of is opnieuw in balbezit. Andere kant uit. En daar is Lotte Michiels. Ze kan de bal niet 100% controleren en moet zodoende een ingooi toestaan voor Heerenveen.
Lot met de ingooi. Opnieuw Lot. Lage bal, goed aangenomen door het nummer 10 weer. Miedema stond daar weer goed geplaatst. De voorzet nu, lage bal. Segers staat daar weer paraat. Het is tijd dat die van Oagel de zaak daar is wat kunnen uitklaren achterin. Taalmans en een overtreding op Charlie Taalmans. Eindelijk wat rust achterin bij de thuisploeg. Ella van Kerkhoven, terwijl het zonnetje probeert door te breken. Lieke. De bal in de voeten van Roxanne van den Berg. Goeie uittrap van Kerkhoven. Jussel naar Paulus. Goeie bal is dat. Taalmans heeft niet de snelheid om erbij te raken. Wal dus duidelijk sneller dan Charlie Taalmans met de kleine beentjes, haar korte beentjes. Lukte het niet om bij die bal te raken, bij die bal te blijven. Bal dus. Van den Berg opnieuw. Bal dus. Burgwal. En bal dus. Michiels zonder kijken naar voren. Verloren bal. Oud-Heveleleuven moet proberen wat beter te combineren. Paulus. En opnieuw Heerenveen nu. Snelheid maken en dan de voorzet. Lage voorzet, knap gespeeld hoor. Van Heikema. Goeie speelster. Bernou Heikema met het nummer 8. Steeds zorgt ze daarvoor gevaar achterin. Voor Heerenveen voorin natuurlijk. Burgwal terug op Van den Berg. Hou vraagt de bal hier. En een ingooi voor Carlijn Lieke. Van der Motte. Charlier probeerde iets leuks, maar dat kwam er niet uit. Lotte Michiels. Nu goed naar Segers. En dan de bal weer kwijt. En een overtreding van Anneleen Segers. Ingooi voor Heerenveen. Met de kant uit hier. En een doelpoging van Miedema. En Hazen mag de bal gaan zoeken. Daar achter de platen. Heerenveen dus 0-1 voor hier aan doelpunt van Bernou Heikema. Scheids heeft handspel gezien van Veerle van der Motten.
Hou van de Motte daar. En Carleen Lieke werkt de bal buiten. Ingooi voor Hou. Terug op Beekhuis. Centraal. Daar naar Miedema. Waldus. Rukt op met de bal. Geeft hem dan verkeerd weg. Dat is een ingooi voor Oud-Heverlee Leuven. Heel wat jeugdig talent hier op de tribunes, hoort u misschien wel. Kleine speeldertjes van Oud-Heverlee Leuven. Maar echt veel aandacht voor het veld hebben ze niet hoor. Michiels met de ingooi. Duwfout van Ella van Kerkhoven. Charlier moet daar achteruit. En daar komt de vrije trap. Beekhuis. Husseil zat daar goed tussen. Maar daar is nog het nummer 8. Die probeert te trappen. Hazen moet de bal lossen. Maar gelukkig komt er geen verdere actie. Na die poging van Waldus. Doeltrap voor Oud-Heverlee Leuven. Michiels, Charlier, Roussel, die van Heerenveen houden Oagel voorlopig goed van hun eigen goal weg. Heikema wil snelheid maken, gooit in, aangepakt door Ploeg, Heikema, de voorzet, goede bal. Heikema, Bernou Heikema met het nummer 8. Weer met een goede voorzet. Maar gelukkig daar gefloten voor een overtreding. Van Kerkhoven. Van der Motte koopt hem door. Opnieuw in balbezit, maar een fout van Ellen Charlier. Ophou. Bal dus. Bij Heerenveen proberen ze nu wat op te bouwen. Waldus opnieuw en terug rustig op Van den Berg. Ze nemen geen risico's en bewaren met rust die 0-1 voorsprong. Een verre bal nu. Goed aangenomen door Ploeg. Teruggelegd. Komt er een voorzet. Laten we het een doelpoging noemen, want die bal gaat op de dwarslat. Het spat eigenlijk stuk op de dwarslat. En dan nog een schot van ver. Het leek eigenlijk een voorzet te worden, maar het werd een doelpoging. Die gelukkig de dwarslat raakte, want Anneleen Hazen was helemaal verslagen op dat moment. Nieuwe reuzenkans dus voor Heerenveen. Ik kan wel zeggen dat de ploeg uit het noorden van Nederland hier verdient 0-1 voor staat op dit ogenblik. Segers achteruit naar Riflaar.
fase. Nee, die van Heerenveen staan het spelen niet toe. Ze laten de tegenstrever geen ruimte om te combineren. Dat lukt ook niet voorlopig. Hazenaar. Paulus misschien? Nee. Musel. Chalier. Men wil handspel. Men heeft handspel gezien bij Heerenveen. De scheids laat doorspelen. Chalier er goed tussen. Van der Motte houdt de bal nog knap binnen. Daar is Heerenveen met Beekhuis. Gefloten voor buitenspel. Van Heikema. Ella van Kerkhoven. Goeie bal. Lucel. Zegers. Van der Motte. Oh, laat ons het een poging noemen. Maar Heerenveen is alweer op weg naar de andere zijde. Van Kerkhoven. Daar had ze eigenlijk veel meer tijd. Dan kon die bal eigenlijk controleren en uitkijken naar een vrije medespeelster, maar dat deed ze niet. Michiels. Rivlaar. En daar is Charlie Taalmans. Van der Motte. Mooi vrijgedraaid. En dan hier Lieke die kan oprukken. Carlijn Lieke. Dat kan ze nogthans, maar ze verliest nu de bal aan Hou. Hou. Opletten. Van Kerkhoven. Rustig nu terug op Hazen. Zegers. Een bal kwijt. Paulus. En dan is het rennen voor Charlier, maar dat kan ze echt niet bewerken om bij die bal te raken. Van den Berg. Lucel. Taalmans. Taalmans blijft in balbezit. Teruggelegd op Zegers. Charlier. Veel te veel speelsters van Heerenveen daar rond die bal. En dan ben je hem ook snel weer kwijt. Hou nu. Is goed gekeerd door Rivlaar. Lieke. Het wordt een ingooi voor Oagel. Miedema. De ingooi met Carlijn Lieke. Jussel. Rivlaar in duel daar. Maar ze laat rustig die bal buiten gaan. Een ingooi voor de thuisploeg. Paulus. Goed gedaan van Kelly Paulus. Chalier goed aangenomen. Teruggelegd nu op Van Kerkhoven. Dat is goed. Michiels. Taalmans. En een overtreding. Van Kerkhoven. Jussel. Jussel opnieuw. Knap gedaan naar Van der Motte. Geen overtreding. Nee, het wordt een ingooi voor Heerenveen.
Aalmans. Hou. Goed, naar binnen. Beekhuis. Die bal gaat buiten. En ondertussen is Charlotte Taalmans daar blijven liggen aan de overzijde. De scheids gaat nu even kijken wat er aan de hand is. En de verzorging mag komen. Voor Charlie Taalmans. Van der Motte en Charlier die profiteren er even van om wat drank op te halen daar aan de bank. En Taalmans moet toch even naar de kant nu. Benieuwd of ze terug klaar is meteen voor het grote werk. Heerenveen opnieuw. Hazen daar. Met één hand moest ze erbij om redding te brengen bij die doelpoging. Een hoekschop nu voor Heerenveen. Cynthia Beekhuis maakt zich klaar voor de corner. Beekhuis, hoge bal. Opletten daar een duel tussen van Kerkhoven en Waldus. Die blijft liggen. Duel met het hoofd en beide speelsters grijpen naar het hoofd. Ella van Kerkhoven en Manushka Waldus. Taalmans is ondertussen opnieuw op het veld gekomen. Waldus is opnieuw klaar. En het is nog wachten op Ella van Kerkhoven die nu ook op het veld komt. Iedereen er terug bij, dus kunnen we terugstarten met deze partij. We wachten nu op een hoekschop. Cynthia Beekhuis, daar komt die bal. Weggekopt door Van der Motte. Lotte Michiels. En het wordt een ingooi voor Heerenveen. Met Nancy Lot. Chalier er goed tussen. En daar is Hazen. We naderen stilaan het einde van deze eerste helft. Heerenveen de betere ploeg. Dat konden ze kruiden met een goal van Bernou Heikema. Een poging waar Hazen niks kon tegen vermaken. Een doelschot in de rechter benedenhoek binnengetrapt. Beekhuis terug op Van den Berg. Toch wel wat even paniek daar achterin. Kan Oud-Heverlee Leuven nog zo net voor de rust iets er tegenaan zetten?
Dat deden ze ook tegen PEC Zwolle. Scoren net voor de rust. Juzeil. Andere kant uit, maar daar is nu niemand. Van der Motte probeert nog wel de zaak te belopen, maar dat lukt niet. En ingooi nog voor Carlijn Dieke. Van der Motte. Komt er een voorzet? Nee, de bal te ver voor haar uit. Het wordt een doeltrap. Roxane van den Berg. Waldus. Dat is een bal voor Hazen. Van Kerkhoven. Chalier. Nu de andere kant uit, Juzeil. En hier is Paulus, die kan trappen. Een goede kans was dat van Kelly Paulus. Een zeer goede mogelijkheid voor Oud-Heverlee-Leuven, net voor de rust. Kelly Paulus, helemaal vrij stond ze. Ze werd goed aangespeeld, ze kon trappen. Maar Van den Berg bracht redding. Zo net voor de rust was dat de kans op de gelijkmaker. Spijtig, niet gelukt voor Kelly Paulus. En zo blijft het 0-1 na 45 minuten voetbal in dit competitietreffen in de Benelux B. Tussen Oud-Heverlee-Leuven en Heerenveen. 0-1, graag tot straks over een klein kwartiertje voor de tweede helft.
Opnieuw welkom, beste voetballiefhebbers. OHL TV serveert u de tweede helft van Oud-Heverlee Leuven tegen Heerenveen. Competitiewedstrijd in de Benelux B tussen OHL en Heerenveen dus. En we zien een wissel voor de tweede helft bij Oud-Heverlee Leuven. Het is het nummer 2. Femke Hoebe, die niet mee startte. Zij komt nu in het team ter vervanging van Carlijn Lieke. Ze neemt plaats op haar vertrouwde linksbackpositie. Femke Hoebe dus voor de tweede helft ingekomen ter vervanging van Carlijn Lieke. Die natuurlijk nog wel wat matchritme ontbreekt na die lange afwezigheid. ...0-1 is het tussenstand. Buitenspel daar van Ellen Charlier. 0-1, terwijl het eigenlijk 1-1 had kunnen staan na die reuze kans in de slotminuut van de eerste helft. Een kans was dat voor Kelly Paulus. Goede redding daar ook van doelvrouw Van den Berg op dat ogenblik. Van Ploeg. Miedema. En daar is het ontzetten van Paulus. Van Kerkhoven. Bal buiten gekeild. Ingooi voor Heerenveen. Nancy Loot. Van Kerkhoven. Zoekt de spitsen op die manier. Maar Charlier kan er niet bij. En het is kapitein Maruska Waldus die de bal buiten werkt. Ingooi voor Oud-Heverlee Leuven. Charlie Taalmans zoekt een vrije medespeelster. Dat duurt lang. Charlier. Vrije trap voor Heerenveen. Hoebe. Taalmans. Daar is niemand. Burgwal. Hou. Foute paas van Toot. Of Loot is het. Ze weet dat ook, want je hoorde misschien de godverdomme op de achtergrond. Taalmans. Charlie. Goeie bal naar Van der Motte. Maar die twijfelde te veel. Nieuwe vrije trap. Bal dus. Loot. Roxanne van den Berg. Voorlopig geen doelkansen in de tweede helft. Beekhuis, goede flankwissel. Heikema.
doelpuntenmaakster in de eerste helft voor Heerenveen. Jussel met het hoofd, die altijd goed. Afgeblokte poging. Leut met de ingooi. Nieuw Leut. Goeie dribbel. En nu de voorzet. Goeie bal naar de tweede paal. Gelukkig is daar niemand op te koppen. Hiekema. En dat is een verloren bal. Ingooi voor Oud-Heverlee Leuven. Met Femke Hoebe. Naar Jussel, maar ze raakt zover niet. Loot. En dat is Van Kerkhoven. Naar Van der Motte. Vele Van der Motte. Mogen we van haar eens iets verwachten daarvoor in? Voorlopig niet. Bal dus. Die bal gaat buiten. Femke Hoebe. Taalmans. Verkeerd op de voet. En dan een ingooi voor Heerenveen. Van Ploeg. Dan opnieuw Femke Hoebe. Chalier. Te veel en dan de overtreding. Van Kerkhoven met de schouder. Segers, bal kwijt. Hiekema. Van Kerkhoven. Van der Motte. Het is voorlopig wachten op een eerste mogelijkheid in de tweede helft. Waldus. Beekhuis. Hiekema. Slordig middenveldspel nu. Een bal terug achteruit. Naar Roxanne van den Berg. Bal dus. Nu is de opening hier. Combinatie daar bij Heerenveen en dan weer Ella van Kerkhoven. Ingooi van Loot. Hoekstra. Hoekstra opnieuw. Loot. Heerenveen combineert vrij goed. Wajel kijkt ernaar. Hiekema. Altijd gevaarlijk. Op haar linkerflank daar. Ze moet nu toch wel ver achteruit. Maar toch blijft Heerenveen in balbezit. Hou. Segers gelukkig. Van der Motte. En een ingooi voor de thuisploeg. Met Lotte Michiels. Chalier. En opnieuw een ingooi voor Michiels. Ja,
Michiels opnieuw. Doorgekopt, goed gedaan. Charlier nu met de voorzet. Oeh, Jussel kan er net niet bij. En dan het schot van Taalmans. Stond niet goed voor de bal en vandaar dat die bal ook heel schuin afweek, meters naast de goal. Eerste mogelijkheid na de rust voor Wasja. Taalmans, ze probeert het met een verre loop. De bal gaat ook ver over de goal. Roxanne van den Berg neemt haar tijd voor die doeltrap. Maar ze trapt wel goed uit hoor. Paulus. Op de rug van Hoebe. En dan in de verkeerde voet. Opletten nu voor Hoekstra hier. Nee, het is Van Kerkhoven. En dan een foute pas van Ella Van Kerkhoven. Terwijl de zon nu toch wel wat kracht heeft. Segers, Taalmans. Geen buitenspel. Charlier kan doorgaan nu. Kans voor OHL. Charlier, de 16 binnen. Is er iemand voor de goal? Nee. Bal buiten gezet door het nummer 12. Burgwal. Charlier kon oprukken. Deed dat goed. Zocht dan eigenlijk een vrije medespeelster. Maar trapte dan een beetje onbesuisd. En zonder kracht naar de goal. En dan een hoekschop nu voor Charlie Taalmans. Het Heverlee Leuven komt nu toch wel wat beter in de wedstrijd de laatste minuten. Met een tweetal doelkansen en nu een corner met Charlie Taalmans. Hoge bal. Van Kerkhoven zocht het hoofd. Kan er iemand zijn voet tegenzetten? Het spel blijft gewoon doorgaan. Scheidsfluit niet en dan het schot. Het schot voorlangs van Veerle van der Motten. Goede kans voor Oud-Heverlee Leuven. En een wissel. Nummer 18 bij Heerenveen verlaat het veld. En het nummer 13, dat is Ingrid Schuiten, komt in het elftal. Wissel dus bij Heerenveen. De scheids is opnieuw klaar voor de spelherneming. Van den Berg wou het kort doen, maar gaat dan toch de volle lelder tegengeven. Segers met het hoofd. Van der Motten. Wajel nu in een betere periode. Ellen Charlier. Hou. Een doeltrap. Ik denk dat de gedachte bij Heerenveen nu meer en meer is van voorlopig even stand houden. Voorlopig even die voorsprong behouden. Want ze zitten dadelijk in een moeilijkere periode, de Nederlanders. Goed gedaan van Lotte Michiels. Van der Motten. Charlier. Kan er niet bij. Hou. Ploeg. Goed samenspel bij Heerenveen. Flankwissel. Van Kerkhoven met het hoofd. Taalmans. Hou met het hoofd. Michiels. Zelfs Paulus met het hoofd. Van der Motten. Laat de bal buiten gaan. Ingooi voor Lotte Michiels. Buitenspel gevlagd door de grensrechter. Weer Van Kerkhoven. In de gooi nu voor Lood van Heerenveen.
achteruit naar Waldus. Breed. Opschuiten. Hou met de ingooi. Bergwal. Ik dacht aan een duwfout, maar de scheids laat gewoon doorspelen. Heerenveen herstelt nu even het evenwicht. De ingooi is voor Hou. Hoebe, hard en ver weg. Giels, Chalier. Foute bal van Lotte Michiels. Ingooi voor Heerenveen met Hou. Schuiten, meteen goed in de match. Riflaar. Vele van der Motte. Segers, goede bal. Buitenspel, spijtig. Spijtig buitenspel van Charlie Taalmans. Heerenveen herneemt snel. Riflaar laat de bal rollen voor Anderleen Segers. Segers. Taalmans. Bergwal. Terug op Van den Berg. Baldus. Leut. Laat de bal onder de voeten doorrollen. Taalmans gooit snel in. Van der Motte. Fout op Vele van der Motte van Beekhuis. Vrije trap. Husseil. De muur moet achteruit. Tweemans muurtje moet achteruit. De scheids laat het gewoon doorspelen. Sarah Husseil. Is van Kerkhoven. Kijkt ze daar een doel? Niets gezien. Wordt gewoon een doeltrap voor Heerenveen. Van Kerkhoven haast zich terug naar achteren. Roxane van den Berg. Van Kerkhoven. Paulus. Van der Motte. Baldus. Hoebe, maar buitenspel hier van het nummer 19 Hoekstra. Dan is een goede verre bal van Waldus. Vrije trap met Ella van Kerkhoven.
Mans probeert erbij te raken. Charlier. Ingooien voor de thuisploeg met Charlie Taalmans. Segers. Toch wel paniek nu bij Heerenveen. Zag je aan het feit dat Burgwald die bal zomaar zonder kijken buiten trapte. Die bal gaat voorlangs buiten van Sarah Jouzeil. Nieuwe doeltrap voor Heerenveen. 0-1 voorlopig de tussenstand in dit Benelink-duel tussen Oud-Heverlee-Leuven en SC Heerenveen uit Friesland. Van den Berg, kort nu op Waldus. Hou. Lotte Michiels er goed tussen. Segers laat de bal buiten rollen. Ingooien Michiels. Segers. Ingooi Hou naar Beekhuis. Die bal gaat buiten. De vierde scheids mag hem ook eens aanraken. Michiels. Riflaar. Kelly Paulus met het hoofd. Taalmans. Hoebe. Goed mee naar voren. Femke Hoebe. Draait zich knap vrij, legt dan terug naar Taalmans, die gaat trappen. Nee. Nu de voorzet dan. En daar Hoeben opnieuw. Kon er net niet bij en dat is balbezit voor de thuisploeg. Femke Hoeben goed ingevallen na de rust. Altijd een zeer energieke meid, Femke Hoeben. Ingooi naar Paulus, maar die kan er niet bij. En dat wordt gevaarlijk voor de counter. Dat wordt gevaarlijk voor de counter. Gelukkig heeft Benedikt Riflaar voldoende snelheid. En ze heeft ook de ingooi eraan overgehouden. Maar laat de bal liggen voor Hoebe. Taalmans. Ingooi Leut. Zenuwachtig spel nu. Taalmans. Charlier loopt zich vrij. In balbezit, Alain Charlier. Komt er een voorzet uit zo dadelijk? Nee, Taalmans. Nieuwe ingooi voor OHL. Met Femke Hoebe. Charlier. Voorzet. Laag. Oh, spijtig dat daar niemand was op dat ogenblik om de bal gewoon tegen de touwen te knallen. Goed werk van Alain Charlier. Kansen genoeg, maar geen doelpunten hier vanmiddag. Kansen genoeg nu, vooral na de rust, maar geen goals voor OHL. Bij Club Brugge lukte dat allemaal wel, die doelpunten maken. Hier vanmiddag lijkt dat weer een probleem te zijn. Nieuwe corner. Taalmans laag nu. De voeten van Riflaar, iemand zijn hoofd, Geharrewar daar, Riflaar, ze gaat trappen van ver, een paar meters naast. Het zit er nog allemaal in natuurlijk vanmiddag. Heerenveen duidelijk wat minder acterend na de rust, voor de rust speelden ze beter, de Nederlanders. OHL zet nu duidelijk ook veel meer druk. Opletten toch altijd voor de counter. Van Kerkhoven weer met de benen vooruit. Opletten Ella, dat was een fout.
Leut laat de bal liggen voor Beekhuis. Cynthia Beekhuis. Van Kerkhoven eronder door. Michiels voorkomt daar onheil. Ingooi Heerenveen. Zegers, Daalmans, Uzeil. Verder naar Paulus. Goeie combinatie. Van der Motte, knap gedaan. En de grensrechter vlagt rijkelijk laat, naar mijn mening. Buitenspel van Ellen Charlier. Maruska, Waldus, Beekhuis en Waldus opnieuw. Ze moet terug naar Van den Berg. Waldus, Leut. Zegers er goed tussen, maar spijtig gaat die bal buiten. Leut. Van Kerkhoven. Taalmans. Paulus. Nee, daar is Waldus. Vele van der Motte kan ingooien. Charlier. Van der Motte. En een nieuwe hoekschop voor Oud-Heverlee Leuven. Ze ontwikkelen nu toch duidelijk veel druk. Maar je moet natuurlijk ook nog kunnen scoren. Charlotte Taalmans met de hoekschop. Goeie bal. Kopbal. Net over. Van Anneleen Segers. Het wordt gewoon een doeltrap. Roxanne van den Berg. Hoebe, Taalmans. Miedema. Hoekstra. Nieuwe ingooi voor Oud-Heverlee Leuven met Femke Hoebe. Het zijn nu wel duels op het scherp van de snee. Kelly Paulus. Goed gedaan, Kelly. Van der Motte goed teruggelegd op Zegers. Breed nu naar Lotte Michiels. Uzeil. De voorzet. Charlier, verkeerde balbehandeling. Lotte Michiels opnieuw. Vele van der Motte. Nee, ze had wat meer tijd. Ze kon wat meer doen met die bal. Van den Berg trapt uit. Paulus. Michiels. Zegers. Heeft tijd om uit te kijken. Daar is Hou. Beekhuis. Hou. Hiekema. Pakt meters. Het hoekje in nu. Leg terug. Op schuiten. Beekhuis. Ploeg. Voorzet nu. Anneleen Segers met het hoofd. En Charlie Taalmans. Kijkt goed voor zich uit. En mooi naar Veerle van der Motte.
terug op Van Kerkhoven. Luit. Bal gaat buiten. Hoebe. Taalmans. Van Kerkhoven. Sterk met het hoofd natuurlijk. Riflaar. Die haar plaats daar centraal wel duidelijk gevonden heeft. Maar Riflaar kan je natuurlijk op allerlei posities uitspelen. Goed gedaan. Charlier. Kijken nu. En ze zoekt Taalmans. Taalmans? Nee. Ze kan er niet bij. Charlie Taalmans. Vechtend, vroetend. Beekhuis. Achteruit. Leut. Die bal gaat buiten. Hoebe. Met de ingooi. Taalmans. Hoekstra. Van Ploeg. Schuiten. Hoekstra zoeken. En daar is Anneleen Hazen. Zo blijft het 0-1 na dat doelpunt in de eerste helft van het nummer 8, Bernou Hiekema. En zo blijft Oud-Heverlee Leuven verder zoeken naar kansen. Die zijn er geweest trouwens, vooral dan na de rust. Maar scoren, nee, dat zit er voorlopig niet in bij de thuisploeg. Nieuwe ingooi voor Lotte Michiels. Charlier, goed aangepakt, maar dan een overtreding, ja, is vreemd. De wissel nu bij Oud-Heverlee Leuven, waar het nummer 5, Veerle van der Motte, het veld verlaat. Ten voordele van het nummer 19, Jessica Pironet. Pironet in de plaats van der Motte dus. Voor de laatste wedstrijdfase. Segers goed met het hoofd. Maar ze blesseert zich daar zelf. Segers moet natuurlijk nu even het veld af. En dan zal het spel hernomen worden. Hou. Hiekema. Daar komt de voorzet. Nee, dat wordt een hoekschop. En dan mag Segers terug het veld op. Hoekschop voor Heerenveen met Cynthia Beekhuis. Beekhuis, lage bal, weggetrapt aan de eerste paal. Pironet nu.
En Hou terug naar Van den Berg. Hoekstra. Dat is een bal voor Hazen. Onderleen Hazen maakt haast. Want we zitten in de slotfase van de partij. 0-1 nog altijd. Riflaar. Taalmans. Bal weer kwijt. Naar toch een overtreding van Schuiten. Bal moet stil liggen natuurlijk. Zeker scoort tot bij Kelly Paulus. Kelly kijkt. En vindt daar Chalier. Terug naar Paulus. Opletten nu voor de counter van Heerenveen. Maar dat lukt hen voorlopig niet. En die bal gaat over de tribunes. Michiels met de ingooi. Juzel. Pironet kan er niet bij. Paulus. Michiels met de ingooi. Pironet. Die bal wordt gewoon... Of gaat gewoon buiten. Hou laat die gewoon doorlopen. Betekent een doeltrap voor Roxanne van den Berg. Die goede periode van OHL na de rust die lijkt even voorbij. Heerenveen lijkt zowat meer evenwicht in de partij terug te krijgen. En ze teren natuurlijk nog altijd op die 0-1 voorsprong. Gaat dat doelpunt de wedstrijd beslissen? Charlier. En ze krijgt de vrije trap mee nu. Charlie Taalmans maakt zich klaar, legt de bal goed. Heel wat volk van OHL nu mee voorin. Taalmans. Hou in de voeten van Taalmans. Kan het nog eens proberen. Van Kerkhoven is daar nog voorin. Segers. Nog eens Segers. Van Kerkhoven nu. Met een schot. Lop. Nee. Niet ver. Niet hard genoeg. En dan moet Van Kerkhoven weer meters achteruit. Maar Heerenveen houdt het even rustig, gelukkig. Waldus, Beekhuis. Naar Waldus. En terug op Van den Berg. OHL zet nu toch wel even druk. Opletten nu. Goed gedaan van Lotte Michiels. Je moet weten, ze staat daar tegen een zeer sterke speelster. Wissel nu bij Heerenveen, waar het nummer 19, en dat is Tini Hoekstra, het veld verlaat. Hoekstra eruit. Dan kijken we dat het, we zien dat het nummer 20 op het veld komt. En dat is Sylvia Woodberg. Zij mag de laatste minuten van deze partij volmaken. De laatste minuten voor de meisjes uit Heerenveen. Voorlopig dan althans met 3 punten terug de bus opkruipen. Maar zover zijn we nog niet. Kan OHL nog reageren? Of krijgen we nog een counter van Heerenveen? Michiels daar wil revanche. Maar houdt zich dan toch rustig.
Uit trap Hazen. Opletten daar. Tegenaanval Heerenveen. En gelukkig is daar Benedikt Rieflaar die een hoekschop toestaat. Het is lang geleden dat we Heerenveen nog zover voorin gezien hebben. Cynthia Beekhuis met de hoekschop voor de Nederlanders. Voor de Friesen. Doelpoging ver over de goal. Scheids krijgt ondertussen even op de klok. En Hazen maakt wat haast voor de doeltrap. Kort op Rieflaar. Hazen opnieuw. Ingooi voor Oud-Heveli Leuven met Femke Hoebe. Van Kerkhoven kan er niet bij. Van Kerkhoven die nu mee voorin gejaagd wordt. Taalmans. Nee. Paulus. Rieflaar moet het nu achterin alleen maar proberen te klaren. Hazen. Rieflaar, Taalmans, goed aangepakt. Breed naar Charlier. Foute paas. Lotte Michiels. Krijgen we nog een doelkans te zien? Kan Oud-Heveli Leuven nog reageren? Rieflaar. Sterk gespeeld van Michiels alweer. Dan de bal kwijt. Gelukkig nog Rieflaar ertussen. Opletten nu voor het schot. Een metertje over de goal. Poging van Hiekema. Hazen nog eens. Opletten daar. Paulus terug naar Hazen. Dan een verre bal. Het hoofd van Paulus. Buitenspel bij Heerenveen. De scheids wil even een praatje maken met de twee speelsters die daarnet in duel gingen. Benedikt Rieflaar kan ze de spitsen bereiken. Goeie bal. Doorgekopt van Kerkhoven. En Van den Berg pakt. Hoebe, die bal gaat buiten. Leut. Hoebe, Leut opnieuw in balbezit. Schuiten. Van Ploeg. Rieflaar nu. Daar is Paulus. Van Kerkhoven. Goed naar buiten hier, Pironne, Jusseil. Dat is een mogelijkheid voor Heerenveen. Maar Miedema speelt de bal te ver van de voeten.
Segers. Taalmans daar. Taalmans. Oeh. En redding. Pironet nog. Pironet met de poging net naast. Goeie kansen nog voor Charlie Taalmans en Jessica Pironet. En niet kunnen scoren, zoals de voorzitter hier aan de zijlijn ook zegt. Kansen zijn er geweest, vooral na de rust. Maar de doelpunten, nee. Voorlopig niet. Van den Berg. Segers, altijd goed met het hoofd. Paulus. Jussel. En Hoebe er goed tussen. Femke Hoebe met de ingooi. Van Kerkhoven kopt goed door. Riflaar. Zeer bedrijfszeker achterin daar. Benedict Riflaar. Michiels laat de bal doorrollen. En dan de fout op Hiekema. Kort genomen. Doeltrap. Scheids kijkt weer op de klok. Benedict Riflaar. Femke Hoebe nog eens. Bal naar voren. En goed ingegrepen daar van bal dus. Nog een ingooi voor Pironet. Van Kerkhoven kopt hem door. Waldus. Paulus. Einde van de wedstrijd. Heerenveen wint dit competitietreffen hier bij Oud-Heverlee-Leuven. Naar vooral een goede eerste helft. Waarin het scoorde via een goal van Hiekema. Wint het hier met 0-1 bij Oud-Heverlee-Leuven. Na dus de goede prestatie tegen Club Brugge, de 0-4. Het gelijkspel hier tegen PEC Zwolle. Kon Oud-Heverlee-Leuven in deze wedstrijd de kansen, vooral in de tweede helft, niet afmaken. Nadat Heerenveen toch wel heel wat druk te verwerken kreeg, kon Oud-Heverlee-Leuven niet scoren. En het verliest zo met 0-1 van Heerenveen. De volgende wedstrijd, dat zal ook zeker wel geen makkie zijn. Want dan moet Oud-Heverlee-Leuven op bezoek bij de leider in de Benelink B. En dat is Telstar. Dat is de volgende opdracht. Spijtig verlies hier vanmiddag langs de Korbeekdamstraat in Oud-Heverlee. Die van Heerenveen, die kunnen met 3 punten naar huis. Die kunnen de rit van 4 uur aanvatten. Als er eventueel nog een tussenstop is, een controle via van de politie, dan is het natuurlijk een ander gegeven. Maar ja, hier is het allemaal voorbij. 0-1 verlies tegen Heerenveen. Veerle van der Motte, 0-1 verloren
ja, jullie spelen toch een goede tweede helft, hè, met een aantal kansen. Ja, ik denk dat we gewoon een beetje pech hebben gehad met afwerking. Ik denk dat we de tweede helft zeker beter waren dan hun, maar het zit niet altijd mee. Dus hopelijk binnen 2 weken pakken we ons en kunnen we dan terug wel scoren en winnen. De eerste helft was wel, Heerenveen was wel de betere ploeg, hè? Ja, ja, zeker. Ze zijn veel frisser uit de kleedkamer gekomen dan ons. We hadden dat niet verwacht na 5 uur op de bus. Maar we hebben ons dan toch de 2-11 goed herpakt. Maar spijtig genoeg heeft dat niet de 3 punten opgeleverd. En ja, binnen 2 weken... Binnen 2 weken naar Telstar, hè? Ja, dat is terug een lange busreis. En hopelijk komen wij dan even fris als hun uit de kleedkamer. En kunnen we daar eens 3 puntjes meepakken vanuit Holland. Oké, veel bedankt en veel succes de komende weken.